Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Trips and Travel. Kevin is een weekje op vakantie, in de zon, en ik sta hier in de regen. Dus, maar dat mag natuurlijk de pret niet drukken, want ik heb hiermee een hele aflevering voor mijzelf gekregen. Ik vind deze outfit daarvoor net iets te casual om in te gaan presenteren, dus ik ga lekker even Maasmechelen Village in om iets beters te scoren. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Nou, na al dat shoppen heb ik toch wel honger gekregen. En het komt goed uit, want ik heb een eetafspraak met de burgemeester van het dorp. Hallo David. Hey Reiner. Ik heb honger. Ja, dat komt dan heel goed uit. Ik ook. Ja? Dus ik zou zeggen, laat ons er meteen mee beginnen. Perfect. Lekker Bellini-drankje heb ik alvast besteld. Super. En dan gaan we ook nog iets lekkers eten. Mooie verrassing voor jou. Nou, daar hou ik van, dus dat komt goed uit. Prima. Oké. Okay. Twee Bellini's. Super. Ziet er lekker uit. Proost. Dat is al de eerste verrassing. Bellini. Ja. En op Maasmechelen Village. En op je bezoek. Ja, dankjewel. Wat ik zelf heel erg mooi vond, is dat je hier ook die mijnschachten intact hebt gehouden in het dorp. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik ben hier nu 12 jaar actief. Ik ben ook geconfronteerd met het feit dat hier in Maasmechelen effectief dat mijn verleden is. Wel nu, dat mijn verleden, dat vind je nu ook zo dadelijk op je bord. Ah, schitterend. Ja, we gaan dat hier mooi placeren. Oké. Okay. Magnifiek. Oh. Ja, dit is dus... Dankjewel. Dankjewel. Tja, dit is het meest eenvoudige gerecht, een pizza focaccia met wat zout. Zeer eenvoudig, maar elke Italiaan die eet dat wel effectief bij zijn middag- of avondeten. Ik ga er gewoon voor. Magnifiek. En trouwens, qua kosten was dit gewoon geregeld, hè, met Kevin? Of ja, niet? Ja. Voor Kevin. Ah. Dat komt goed uit, want ik heb denk ik het perfecte shirt gekocht. Oh, mooi. Ja, toch? Ja, heel mooi. Dus hiermee ga ik mijn eigen presentatieaflevering doen. Oh, schitterend. Ja. Goed dan. Nou, perfect. Smakelijk. Dankjewel Kevin daarvoor en eens smakelijk inderdaad. Dankjewel. Wat leuk dat je deze week van Kevin overneemt, Reinor. En zo te zien ben je er helemaal klaar voor.